Yo, gasten, en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het meest realistische voetbalspel ooit spelen. En jullie kennen mij, jullie denken nu misschien wel, Raoul, je bent weer cynisch, sarcastisch, ironisch. Maar nee, dit is niet het geval. Voetbalmanager 19 is kort geleden uitgekomen en het staat er altijd onbekend dat het het meest realistische voetbalspel ooit is. Voorbeeldje hiervan, ik was dit gisteravond aan het spelen, laat in de nacht, want ja, ik kan nooit stoppen, dus dan ben je altijd gewoon alleen maar aan het doorspelen. En toen kreeg ik een melding dat mijn terreinknecht mij had benaderd met de vraag of ik mijn veld wilde laten aanpassen. Dus iets groter of iets kleiner maken. Dat soort dingen, daar denken ze allemaal aan in dit spel. En er zijn ook heel veel voetbalclubs en voetbalteams die het gebruiken om tegenstanders te analyseren en om spelers te scouten en talenten te ontdekken. Ja, echt bizar. En ja, wij gaan het dus vandaag spelen. Blauwduim zou echt top zijn. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Het lijkt misschien in eerste instantie een beetje extreem moeilijk. Nou, dat is het niet. Ik heb voor het gemak eerst eventjes de introducties geskipt. Ik ben al een beetje begonnen, een maandje bezig ongeveer bij Inter in de Serie A. Er zijn overal tutorials voor. Ik heb die al gedaan en ik ga proberen nu alles een beetje uit te leggen. Goed, je ziet hier het menu en daarnaast kun je er gewoon alles mee doen. Je beheert eigenlijk drie teams. Het onder de 18 team, onder de 20 team en het normale team. Ik speel dus bij Inter en ik heb nog niks gedaan met de selectie, want zoals ik al zei, het meest realistische spel. Inter heeft op dit moment niet heel veel geld om spelers aan te trekken en de nieuwste spelers van dit seizoen zijn er ook al bij, zoals Frischaiko en Keita Balde, die er allemaal bijgevoegd zijn. Nangolan ook, maar die is nog geblesseerd. En elke speler heeft een bepaald potentie en niveau. Het niveau is wat ze nu zijn en het potentie is wat ze kunnen bereiken. De verdediger met de meeste potentie van het spel is dus bijvoorbeeld al Matthijs de Ligt. Ja, best wel ziek als je die inderdaad naar Inter kan halen. Maar dat gaat niet lukken, omdat wij daar gewoon niet genoeg geld voor hebben. De besturing is eigenlijk heel makkelijk. Het hele idee is dus dat je wedstrijden simuleert, een heel seizoen simuleert en dat duurt heel lang. Ik ga vandaag twee wedstrijden laten simuleren. Dat is deze tegen Singapore en deze tegen Juventus. En dat doe je altijd door op doorgaan te drukken. En zo ziet het er ongeveer uit. Elke dag krijg je mailtjes van je staf en je technische directeur. Dat is ook je staf. Maar die krijg je allemaal bij om je uiteindelijk te helpen. En wat je zelf moet doen is proberen de best mogelijke tactiek te bepalen. Je spelers ook rust geven. Spelers niet opstellen op het moment dat ze te veel geblesseerd zijn. Ervoor zorgen dat als je een nieuwe speler aantrekt, dat je hem op taalkursus stuurt. Echt alles moet je aan denken en dat is waar voetbalmanager om draait. Laat ik eventjes gaan kijken naar mijn tactiek, want dit is wat ik met Inter heb gedaan. Ik heb het redelijk gebaseerd op wat ze in het echt doen. Icardi staat niet daadwerkelijk op de bank, maar Icardi heeft op dit moment had hij weinig fitness over. Hier zie je dat fitness en wedstrijdritme. En uiteindelijk wilde ik dus het wedstrijdritme van waar staat die Lautaro Martinez, wilde ik dus iets verhogen. En heb ik hem in de basis gestopt bij de oefenwedstrijd, zodat Mauro Icardi tegelijk ook wat rust kreeg. En wat je moet doen is, je moet een opstelling en een tactiek vinden die bij eigenlijk zoveel mogelijk van jouw spelers past. Je ziet die groene en lichtgroene bolletjes. En daarmee kan je aangeven wat je wil dat die speler gaat doen op zijn positie. Lautaro Martinez, die was dus een diepe spits met aanvallen. En daaronder staat dus wederom een hele omschrijving met wat dat allemaal betekent. Maar Icardi is echt een afmaker die ook wil aanvallen. En zo creëerde hij de meeste groene bolletjes. Dit is uiteindelijk het team wat ik ook wel ga houden, denk ik. Miranda, die is op dit moment 4,5 sterren, terwijl Steven de Vrij 4 sterren is. Dat zie je daar links. En je ziet ook welke statistieken de Vrij allemaal beter heeft dan Miranda. Ik denk dat Ficino ook beter is dan Borja Valero. Dat maakt niet zo heel veel uit. Dat zijn allebei ongeveer 3 sterren spelers. Tenzij ik Ficino misschien in deze optie doe. Ja, dan is Ficino iets beter dan Valero. Ik moet ook nog een aanvoerder aanwijzen voor dit seizoen. En je ziet hier dat Icardi het hoogste, of een van de hoogste leiderschappen punten heeft. En teammotivatie, volgens mij teamgeest, dat is ook wel hoog. Ik wil Icardi als captain houden, want anders gaat er onrust komen in de kleedkamer. En dat kan je hier zien bij dynamiek. Daar wordt eigenlijk vastgelegd welke spelers welke invloed hebben in het team. En als je kijkt naar de sociale groepen, zie je dat hier. Je hebt de belangrijkste groep. Deze groep bestaat uit spelers die ongeveer even lang bij de club spelen en over het algemeen perfectionisten zijn. Nou, dat zijn er redelijk wat positief is voor ons. En gedurende het seizoen zal je hier misschien wisseling in gaan zien. Dan zal je misschien zien dat Nainggolan steeds belangrijker wordt, wat hopelijk in het echt ook zo is. En daardoor meer invloed krijgt binnen de kleedkamer. En misschien is het dan wel verstandig om hem als potentiële toekomstige captain aan te wijzen. Het is zover. We gaan de eerste oefenwedstrijd spelen en daarna is het tijd voor Juventus. En dat wordt denk ik direct al de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Wat ik nu dus wil doen, is ik wil mijn spelers klaarmaken voor de oefenwedstrijd tegen Juventus. En hoe kan ik dat doen? Ik kan uiteindelijk ervoor kiezen om mijn basiself, wat ik nu dus doe, op te stellen.
en gedurende die wedstrijd wat andere spelers te wisselen om ook zo bij de wisselspelers wat wedstrijdritme op te bouwen. En ik moet natuurlijk de fitness in de gaten houden, want ik moet vooral niet een speler laten blesseren. Dat zou echt heel erg zonde zijn als een van mijn basisspelers nu in één keer geblesseerd raakt geweest. Voor de wedstrijd kan je team motiveren en dat is belangrijk, want je kan ze een extra boost geven waardoor ze beter presteren. Of je kan het helemaal opfokken en dan verliezen ze hun motivatie en dan is de kans heel groot dat je een slechter resultaat behaalt. Dus laten we dat vooral niet doen. Concentreer je op fitheid en je vorm, dat is waar ik vandaag naar kijk. Ik wil vooral gepassioneerd reageren. Nou, het is kalm, want het is een oefenwedstrijd. Voorbereiding of niet, dit moet je winnen. Nou, concentreer je op je fitheid en je vorm. Dat is wat ik nu vooral wil, want ik wil dat niemand geblesseerd raakt. De spelers hadden geen noemenswaardige reactie op hun uitspraken, dus ik heb ze niet heel erg weten te motiveren. Zo ziet de simulatie eruit. Je kan zelf instellen hoe je dat allemaal wil doen. Ik wil bijvoorbeeld alleen de belangrijkste hoogtepunten, zoals nu de aftrap. En de tijd daartussen, die mag voor mij zeer snel gaan. Daar gaat Perisic met een kans op Vecino. En die schiet hem van een afstand, raakt de lat. Samoa die is nu met een hoogtepunt bezig. Dit is dus vooral een simulatie die eigenlijk niet extreem veel voorstelt. Maar je moet vooral denken aan dat je hiermee je tactiek direct toegepast kan zien worden. Dus dat je direct kan zien van oké, deze kans is ontstaan omdat ik mijn vleugelaanvallers mee naar voren laat komen. Even kijken of de fitness bij iedereen nog goed is in de 36e minuut. Ja, zeker is dat allemaal nog goed. We kunnen gaan wisselen van tactiek. Laten we daarmee wachten tot na deze kans. Kandreva, vrije trap. En hij scoort hem. Hoppakee, 1-0 voor in de rust. Maar ik ben nog niet echt overtuigd dat we maar in de rust één doelpunt hebben gescoord tegen zo'n slecht team. Oké, eerste helft is dus afgelopen en Icardi heeft 0 kansen gecreëerd. Dit is zorgwekkend, want volgens mij was de vorige wedstrijd hij ook al niet zo in vorm. Zo, ik wissel bijna iedereen eruit die ik eruit kan wisselen. Even om die fitness hoog te houden en andere wisselspelers dus wat wedstrijdritme te geven. En dan kunnen we weer door, terwijl we 1-0 voorstaan nog steeds. Wil ik iets gaan drukken voor een volgend doelpunt? Ja, we spelen al aanvallend, hè. We gaan zelfs gewoon iets rustiger spelen. En dan spreek ik ze in de kleedkamer wel toe dat ik er nog niet heel erg enthousiast over ben. Terwijl we ondertussen een nieuwe kans krijgen. Oké, Politano nu aan de zijkant. Hij gaat naar binnen met zijn linker, legt hem af, Brozovic. En hij schiet. En oké, beter. 2-0 alsnog in de 75ste minuut. Dus dat is top. Dus, ja, dan kunnen we nu gewoon lekker positief gebalanceerd gaan spelen. En dan een beetje fitness besparen. De wedstrijd is afgelopen. Ik ben tevreden. De spelers voelen zich goed. En mijn assistent zegt, ik vind niet dat we iets specifieks hoeven te duiden op dit moment. Mooi, ik ga gewoon lekker kalm zijn. Voor een wedstrijd en voorbereiding was het een goede prestatie. We komen dichter bij de vorm van onze eerste wedstrijd. Ze reageren positief op de uitspraken, dus dat is top. Ik moet je helaas laten weten dat doelman Samir Handanovic een verstuikte enkel heeft opgelopen nadat hij zich op de training pijnlijk verdraaide. Oh mijn god. Een verstuikte enkel kan op de club worden behandeld of onder controle worden gehouden met injecties. Inzetbaar in de volgende wedstrijd tegen Juventus, maar kan daarna 5 tot 6 weken uit de relatie zijn. We gaan dat gewoon doen. We gaan een injectie geven aan Handanovic, zodat hij in ieder geval de volgende wedstrijd kan spelen tegen Juventus. En daarna kijken we wel, maar we hebben hem nodig. Dit is het scoutingsrapport van Juventus dat onze scout heeft opgezet. Vooral voorzetten zijn ze heel goed in en dribbelen. Ja, wat logisch is, dat hebben ze natuurlijk ook. Ze spelen met 5 verdedigers. En uittrappen is niet de beste groep van keepers als het gaat over uittrappen. En de keepers in het elftal missen over de algemene reflexen. Misschien kunnen we dan gewoon ervoor kiezen dat ze heel veel schieten, onze spelers. Daar beginnen we dan. De wedstrijd. De kwartering is niet heel negatief voor ons. 2,6 tegen 2,5. Nou, de media en de betting sites die hebben daar wel vertrouwen in bij ons. Ja, dit wordt ons team de best mogelijke opstelling, toch? Ja, Nainggolan speelt niet. En dat is de enige die eigenlijk veel beter is dan wat er staat. En Handanovic, ja, die is dus geblesseerd. Maar die gaat wel gewoon spelen. En daarna zijn we hem waarschijnlijk voor een lange periode kwijt. We gaan niet aanvallen. Dat gaat niet werken. We gaan positief spelen. Want positief is, de mentaliteit kun je het best gebruiken als je bovenliggende partij. Nee, nou, dan zeker niet. Dan gaan we voorzichtig spelen. In balbezit, in omschakeling, zonder balbezit, tijd winnen, vaak. Ja, we gaan de underdog-positie in. Ja, jongens, ik moet tegen Cristiano Ronaldo. Het goede humeur van de spelers maakt plaats voor focus op datgene dat je te zeggen hebt. We moeten het team vragen om het voor de supporters te doen. Gepassioneerd, geef de supporters iets om te vieren vandaag. Oké, ze reageren positief. Verdediging, vooral niks tegenkrijgen. Oké. Kom op, als we gelijk winnen van Juventus is dat top, maar dat gaat zo ontzettend lastig worden. Ik zet in op een gelijkspelletje. Kandreva naar Brozovic. Er is een simulatie, dus dat betekent dat er een hoogtepunt aankomt. Perisic, afspelen die bal. Hij gaat schieten. Naast. Speel hem af. We moeten proberen onze spelers over een kortere afstand te laten pasen. Dat kunnen we doen, wijzigingen doorvoeren, helemaal prima. Maar nu hebben we eerst een kans hier en daar wordt Asamoah neergehaald. Geen overtreding, bal komt bij Kandreva. Die gaat ook weer voor zijn rechter. Gaat hij schieten. Op de paal. Oh mijn god.
Vecino. Kondreva, ja. Aannemen, openen. Op de paal weer. Oh mijn god, jongens. Perisic met een dribbel. Weer een afstandsschot. Wat is dit? Ik heb niet eens op elke schietkans benutten. Ik ga vroeg een voorzet geven. Laten we dat maar gewoon doen. Of geduld te brengen. Ja, daar kunnen we misschien iets meer mee. Ja, ja, weet je, ik haat het om Icardi te wisselen. Maar als hij zo weinig blijft scoren, dan moet dat wel. Oké, vrije trap. Kondreva. Asamoah. Ja! Tegen zijn oude club. Ronaldo. Nee. Ja. Ronaldo. Ah. Zo onterecht. Daar is hij. Keita Balde. Net erin gekomen. Oh, wat een sprint trekt hij. Hij gaat er langs. Dit is een vrije trap. Oké. Het is voor het eerst dat we een vrije trap zien waar ook de kans aan vooraf gaat. Alexander had al geel. Krijgt hij rood nu? Ja. Geel. En dat is rood. Yes, oké. Pauzeren, pauzeren die hap. Pauzeren. Positief. Aanvallen. Ik ga Lautaro gewoon op middenveld zetten. Aanvallende middenvelder. Met de optie aanvallen. Prima. Spelen. Oké, boys. Kom op. Laatste paar minuten. Aanvallen. Kom op, we kunnen dit winnen. Nee, er gaat niks meer gebeuren. Het blijft hierbij. Ja, de scheidsrechter gaat afluiten. Ja, 1-1. Zonde. Zonde. Waar echt de bovenliggende partij is. Kijk naar die kansen. 38 schoten. 11 op doel. Wat de hel. Ik ben tevreden met wat ik vandaag heb gezien. Er zijn absoluut wat positieve punten te vermelden. Nou, oké. Okay. Verdediging. Ja, gepassioneerd. Dit was de reactie waar ik op zoek was. Jullie speelden geweldig in de tweede helft. Is wel zo. Een paar speelders reageren negatief. Oké, what the fuck. Middenveld. Gepassioneerd. Ik ben indruk hiervan. Een aanval. Manier van afwerken is niet goed genoeg. Ja. En Icardi oogde verheugd. Oké, what the fuck. Een 1-1. Zeer onterecht. Hadden we meer uit kunnen halen. Maar in principe is dit wel positief voor de toekomst. We kunnen hiermee echt gewoon heel erg sterk worden. Ik moet dus in de tactiek meer focus gaan leggen op het afmaken van kansen. En misschien in de training daar wat aandacht aan geven. Lautaro Martinez die doet het ontzettend goed op de training. Dus ja, misschien moeten we die wel boven Icardi plaatsen qua speeltijd. Maar goed, ik wil niet mijn favoriete speler uit de basis halen. Dat zijn allemaal beslissingen waar we aan moeten denken. En vooral ook gewoon heel erg het risico van blessures naar beneden halen. Zoals je ziet, zijn er een aantal spelers die een hoog risico lopen. En Nainggolan komt binnenkort weer terug. Dus dan hebben we echt weer een goede aanval aan de middenvelden die we erin kunnen zetten. Alleen maar positiviteit voor de toekomst. Ik heb er zin in. Ik ga weer met Inter de Serie A proberen te winnen. Jij wordt bedankt voor het kijken. Ik wil Voetbalmanager bedanken voor het sponsoren van deze video. Een link naar het spel staat in de beschrijving. Daar kan je ook allemaal informatie erover opzoeken. Zeker aan te raden. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Een blauw duimpje willen achterlaten. Niet vergeten om te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En ik check jullie allemaal later. Joejoe.